U noemde het een circus van desinformatie. De reactie in de rechtbank gegeven. Ja, kunt u dat toelichten? Waarom vind ik het een circus van desinformatie? Omdat er heel veel onjuistheden vandaag zijn gewisseld in deze rechtbank. En ik hoop dat de rechtbank gewoon goed zal kijken naar wat wij geschreven hebben. Ondanks het feit dat een deel van het verweerschrift überhaupt niet gelezen is. Het feit dat op de rekening stond bij de Relief Goods Alliance is voldoende aanleiding om tot zo'n term te komen. Hoe ziet u de verdere zittingen tegemoet? Nou, voorlopig zijn er geen zittingen, dus de rechtbank gaat op 21 juli uitspraak doen.